Op de mobiele COVID-19 testlocaties van het BOG zijn er in totaal 4 personen positief getest. In een telefonisch onderhoud zegt epidemioloog Rajesh Ori dat de laatste positieve geteste persoon komt uit Paramaribo Zuid. In dat gebied, te weten Abrabroki en nu weer gevonden weg, zijn er 21 swabs genomen. Bij de mobiele COVID-19 testlocaties zijn in totaal 88 swabs gedaan. Ori is van mening dat het BOG vaker naar de mensen toe moet gaan om ze te testen. De resultaten van Parasang, Leidere Patronik, allemaal waren negatief, dat waren 33. De resultaten van Noord, Anamustraat en Tropkliniek, daar waren, hadden we 34 swabs, daarvan waren 3 positief. En de resultaten van Abrabroki en Nieuwer, daar hadden we 21 swabs en 1 was positief. Dat gaat erom bij zo'n ziekte, toch, waarbij het van persoon tot persoon is. Hoe lang zo'n persoon, die 4 personen die hebben gevonden, die hadden nog milde klachten. Dus misschien zou dat zijn dat al dat ze weten, je kan 178 bellen en dan je kies maken dat je geswapt. Misschien zouden ze na een paar dagen bellen. Elke dag dat zo'n persoon eigenlijk buiten blijft, toch, is de kans dat hij meer andere mensen eigenlijk kan besmetten. Waardoor je meer kiezers gaat krijgen. Dus het is duidelijk dat we moeten gaan kijken. Misschien moeten we meer naar de mensen gaan en niet vanuit het centraal punt proberen. Maar dat gaat de evaluatie uitwijzen en gaan we zeker met aanbevelingen komen. Ori zegt dat de mensen die de testlocaties bezocht hebben, zich goed aan de COVID-maatregelen hebben gehouden. De toeloop van mensen was goed. We hadden aangegeven eigenlijk dat ze eerst afspraak moeten maken via app of sms. Dat is gedeeltelijk gelukt, gedeeltelijk niet. De derde dag hadden we wel een beetje tot volgens mij 11 uur ging het regenen. Maar de toeloop was goed. We zijn wel tevreden met het aantal personen die we hebben kunnen zien. Op een moment waren veel mensen, dan hebben ze gewoon degene die aan de beurt is blijft hier. De anderen moeten gewoon niet van de auto wachten. En we gaan ze één voor één roepen. En iedereen heeft gehoorzaamd. Heeft goed is gegaan. Wat dat betreft. Epidemioloog Rajesh Ori. Wij spraken hem over de resultaten van de mobiele COVID-19 testlocaties. Uit de swabs die bij deze locaties zijn genomen, zijn 4 personen positief getest.